Welkom, u kijkt naar het Niercafé Bewegen, hoe krijg ik het voor mekaar? Ik ben Nienke Hesseling, ik ben verpleegkundig specialist in het Martini Niercentrum. We hebben het webinar georganiseerd samen met de Nierpatiëntenvereniging Noord-Nederland en het Martini Ziekenhuis, de afdeling het Niercentrum. Dit keer doen we dat in samenwerking met het UMC Groningen en vormt het een onderdeel van de Maand van de Nieren, waardoor de Nierpatiëntenvereniging Nederland is georganiseerd. We hebben vanavond twee presentaties, drie presentatoren. We beginnen dadelijk met de presentatie van Feike Rietstra. Zij is sportarts en zij zal ingaan over het belang van bewegen. Daarna neemt Anna Hummel, dialyseverpleegkundige, en Hendrik Gol, medisch maatschappelijk werk, het over. En zij gaan met name in over de praktische uitvoering van bewegen. Zij zullen ook filmpjes laten zien, films van patiënten, nierpatiënten, zij delen hun ervaring. We weten dat het geluid misschien niet helemaal optimaal kan zijn. Dus we adviseren om het geluid tijdens de filmpjes op maximaal te zetten. Soms kan ook een koptelefoon helpen. Dit webinar is geaccrediteerd voor verpleegkundigen. Het is belangrijk dat verpleegkundigen in ieder geval het hele webinar uitkijken om ook de punten toegereikt te krijgen. Tijdens de presentaties die ongeveer een uur in totaal zullen duren, kunt u vragen stellen. Vragen kan u anoniem stellen in de privéchat, maar ook kunt u de vragen stellen in de algemene chat. We zullen hier de vragen allemaal gaan inventariseren. En nadat de presentaties zijn geweest, houden we een korte pauzemoment. En dan zullen we na de pauze, zal ik namens u de vragen aan de sprekers voorleggen. Volgens mij heb ik zo alle dingen benoemd wat ik graag vooraf wilde zeggen. En geef ik heel graag het woord aan Feike. Hallo, goedenavond. Ik ben Feike Rietstra. Ik ben een van de 6 sportartsen in het Martini Ziekenhuis. En ik mag jullie wat vertellen over bewegen. En waarom is bewegen nou zo goed? En hoe kan je dat voor elkaar krijgen om toch te beginnen met bewegen? Nou, wat ik al zei, ik werk dus in het Martini Ziekenhuis en daarnaast ben ik werkzaam in Beatrixoord als medisch eindverantwoordelijke van de inspanningstesten. En jullie zullen misschien wel denken, waarom een sportarts? Want die zijn er toch vooral voor sporters en topsporters. Maar wij zijn er vooral ook voor de bewegende mensen en ook heel veel voor de chronische patiënten. We zien heel veel mensen die problemen hebben, bijvoorbeeld oncologische patiënten of post-covid en ook veel nierpatiënten. Om toch hun vragen rondom bewegen te beantwoorden. En bij de sportarts draait eigenlijk alles om de balans, belasting, belastbaarheid. Dus of je nou een Achillespeesprobleem hebt of een nierprobleem waarbij je wilt bewegen. Het is altijd belangrijk om te kijken hoe belastbaar is iemand en welke belasting wil hij aangaan of wordt er van hem gevraagd. En als we daarmee omgaan, doen wij een inspanningstest om te kijken hoe belastbaar is iemand. En hier staat een loopband, maar vaak doen we dat op de fiets. En als remedie, als medicijn gebruiken wij vaak bewegen. En waarom is bewegen nou goed? Want we zeggen wel allemaal bewegen is goed, maar waarom is dat zo? Dat kunnen we heel lang over praten, waarom bewegen goed is en wat dat doet met het lichaam. Maar ik wou dat in het kort, wou ik dat toch behandelen. Nou, dan gaan we naar een stukje fysiologie. We hebben de bloedsomloop. En de bloedsomloop in ons lichaam bestaat uit een kleine bloedsomloop en een grote bloedsomloop. En de kleine bloedsomloop, dat is de bloedsomloop waarbij het bloed vanuit je hart door de longen wordt gepompt. En daarvan is dus belang dat als wij ademen, dan ademen we zuurstof in. En in de longen vindt er dus een uitwisseling plaats waardoor dat bloed van zuurstof wordt voorzien. Nou, dan hebben we de grote bloedsomloop en daarbij wordt het bloed vanuit het hart door de rest van het lichaam gepompt. Dat gaat naar de spieren, naar alle organen en ook door de hersenen. Nou, wat gebeurt er dan als we gaan bewegen? Bijvoorbeeld gaan een stukje lopen. Nou, dan hebben de spieren van de benen, die moeten in beweging. En om dat voor elkaar te krijgen, hebben deze spieren energie nodig. En die energie, dat wordt in de spieren, wordt dat verkregen door de verbranding van koolhydraten, vetten, eiwitten. En dat gebeurt in de mitochondriën, dus kleine energiefabriekjes. En vervolgens, als je dus gaat bewegen, dan hebben deze spieren dus meer zuurstof nodig.
Nou, dan gaat er vanuit die spieren gaat er een seintje naar je hersenen van wij hebben meer zuurstof nodig. En die hersenen die pas het lichaam dan aan. Zij doen een seintje naar de longen van we gaan meer ademhalen, we gaan dieper ademhalen om dus meer zuurstof binnen te krijgen. En een seintje naar het hart, want het hart moet dus sneller pompen om dat zuurstof allemaal naar die spieren te krijgen. En daarnaast een seintje naar de bloedvaten, want deze hebben ook een heel belangrijke rol. Bloedvaten die kunnen wijder worden, die kunnen smaller worden. En op die manier wordt er ook een verdeling, vindt er plaats in het lichaam. Op plekken waar minder zuurstof nodig is, nou, dan worden ze wat dunner. En op plekken waar meer zuurstof nodig is, daar zetten die vaten uit. Dus in dit geval bijvoorbeeld bij de spieren van de benen. Nou, als je dan meer gaat bewegen, dus niet een heel klein stukje lopen, maar gewoon wat langer lopen, wat langer fietsen, of toch bijvoorbeeld krachtoefeningen, dan past het lichaam zich aan, want die wil dit efficiënter gaan doen. Dus ze willen proberen dat er sneller zuurstof bij die spieren komt, dat er meer zuurstof bij die spieren komt. Nou, en in de spieren vindt dan een aanpassing plaats. Dus er worden meer mitochondriën gevormd, dus meer van die energiesysteempjes. En dat is natuurlijk heel handig, want dan wordt er makkelijker zuurstof opgenomen in de spieren. En wat daar de voordelen van is, als je meer spieren hebt, dan kun je iets langer volhouden. En dan is dat bijvoorbeeld positief voor je gewicht. En als je meer spieren hebt, dan is dat ook goed voor de soort van corset om je gewrichten heen, om je botten heen. En dan wordt alles steviger, krijg je ook minder kans op problemen met je gewrichten. Minder kans op vallen, bijvoorbeeld. Nou, ook het hart en de longen die passen zich aan. Het hart is ook een spier. Dus als het hart meer belast wordt, dan wordt hij dikker, wordt hij steviger. Hoeft hij minder vaak te pompen. En dat merk je ook als je gezonder bent, als je fitter bent. Dan gaat je hartslag naar beneden. En ook je longen worden beter door bloed. Alles gaat makkelijker. En ze worden eigenlijk meer belastbaar. Net als je vaten, die worden ook soepeler. En dit leidt ertoe dat je minder kans hebt op het krijgen van hartvaatproblemen. Ook minder kans op suikerziekte. De bloeddruk beter onder controle. Dus allemaal goede dingen. Nou, daarnaast worden je hersenen beter doorbloed. En ze zien toch echt in de hersenen dat er ook gewoon meer verbindingen worden gevormd door die betere doorbloeding. Waardoor je minder kans hebt op bepaalde hersenaandoeningen. Bijvoorbeeld Parkinson. En ook worden de stofjes aangemaakt. Endorfines, gelukshormonen. En daar worden we blijer van. En als we blijer zijn, dan slapen we beter. En over het algemeen, als dit dus allemaal aangepast wordt, de kwaliteit van leven, die gaat erop vooruit. Dus dit is een heel mooi verhaal van waarom is bewegen dan goed. Nou, en dat zien we ook in allemaal onderzoeken. Allemaal onderzoeken bij de nierpatiënt, waarbij ook wordt gekeken, nou, wat doet bewegen? Doet dat naast een goed dieet, stoppen met roken? En dan zien ze allemaal voordelen bij de mensen, bij de nierpatiënten. Dus, we moeten in beweging. En dan moeten jullie niet denken dat ik dan zeg, dus we moeten allemaal naar de sportschool, we moeten de trainingspak aantrekken. Nee, het gaat met name ook om dat we minder zitten. Dus we moeten wel in beweging zijn, maar het is in ieder geval minder zitten. En over het algemeen, en dat geldt niet voor iedereen, maar over het algemeen hebben wij best een zittend bestaan. Heel veel mensen die staan op, die gaan ontbijten, zittend. Ze gaan met de auto naar hun werk. Meestal hebben ze zittend beroep. En vervolgens komen ze thuis. En omdat ze zo hard hebben gewerkt, hebben ze dan wel verdiend om even rustig te gaan zitten. Dus dat is een beetje inherent aan ons leven. Nou, dan hebben we één vraag aan jullie. En de vraag is, per jaar overlijden er 5,1 miljoen mensen aan de gevolgen van roken. Wereldwijd is dat dus. En nou is de vraag, hoeveel mensen sterven er als gevolg van inactiviteit? Dus dat het terug te herleiden is aan het te weinig bewegen. Is dat A 4,4 miljoen, 5,9 miljoen, dus bijna evenveel, of 5,3 miljoen? Dus nog meer. Nou, het gaat nou 50-50. Nou, dan kiezen we weer 50-50 tussen B en C. Ja, nou, het overgrote deel is C, 5,3 miljoen.
Dus op zich is het belang van bewegen, vinden jullie, zijn jullie er al van overtuigd? Dat is heel mooi. Gaan we kijken naar het antwoord. Zoals ik al zei, 5,1 miljoen mensen overlijden als gevolg van roken. En dus als gevolg van inactiviteit is dat 5,3 miljoen. Dus jullie hadden het goed. En daarmee ook wel de slogan, zitten is het nieuwe roken. Maar eigenlijk, want dan klinkt het allemaal heel slecht dat wij zo lang zitten en zoveel zitten. Maar eigenlijk kunnen we er ook gewoon niet zoveel aan doen. Deze evolutie van het meer zitten. En dat zei professor Lieberman, zei dat ook al. De mens is van nature lui. Vroeger moesten we op jacht en dan moesten we ons eten vergaren. We moesten vluchten als er gevaar was. Maar dat is nu tegenwoordig gelukkig niet meer nodig. En we hebben allemaal slimmigheden, elektrische stofzuiger, het eten wordt bezorgd, dus het is ook allemaal niet nodig. En ook zijn wij heel efficiënt in ons bewegen. Dat zijn allemaal voorbeelden waarbij we het heel slim hebben bedacht, maar eigenlijk bewegen, dat is een beetje weggevaagd. En vandaar het belang, hè, want we hebben niet voor niks nu even gekeken waarom is bewegen belangrijk. En dat vindt de Federatie van Medisch Specialisten, die heeft dat ook opgeschreven bij de chronische nierschade, zeggen zij ook. Ja, wij willen graag naast gezonde voeding, gewicht, willen we ook graag dat jullie goed gaan bewegen. He, dus voldoen aan de norm gezond bewegen. Nou, misschien kennen jullie deze norm wel en wat houdt die nou in? Die houdt in dat we, en dat is opgesplitst in jeugd en volwassenen, maar dat je in principe per week minimaal 150 minuten matig tot zwaar moet bewegen. Matig tot zwaar intensief, naast dus wat spierversterkende oefeningen. Balansoefeningen als we ouder worden. En in die richtlijn staat dus ook nu voorkom veel zitten. En dan staat er nog een kleine voor de fysieke beperking. Daar staat ook bij dat elke vorm van beweging is goed. En je moet iets doen wat bij jou past. Maar daar komen we straks natuurlijk op terug. Nou, en wat is dan matig tot zwaar intensief bewegen? En want dat is dan de vraag van wat is dan goed? Wat moet ik dan doen? En dan heb je hier een tabel en daar worden eigenlijk alle bewegingen, want je hebt een hele grote tabellen van, alles wat je doet voor activiteit kan je omzetten in het aantal mets. En één met is zoals jullie nu gewoon thuis zitten, dat is één met. En dan kan je dus zien dat matig intensief bewegen, dat is ongeveer 3 tot 6 mets wat je verbruikt. En dat is dus stofzuigen tot schaatsen. He, dus ook als je 150 minuten gaat stofzuigen per week, ben je ook al heel goed bezig. Nou, en dan komt de volgende vraag. En de volgende vraag is, hoeveel Nederlanders van 18 jaar en ouder voldoet aan deze norm gezond bewegen? Dus dat zij, en dan hebben we het met name over die 150 minuten matig intensief bewegen, is dat 30%, 53% of 70%? Wat denken jullie? Het staat nu een beetje 50-50 A en B. Nog een paar mensen die moeten stemmen. Nou, een kleine voorsprong voor A vergeleken met B. En het goede antwoord is, er komt geen volgende sheet waar het op staat, maar het is B. Dus ongeveer de helft van de mensen in Nederland voldoet aan die norm gezond bewegen. En wat dan nog wel belangrijk is om te zeggen, ook al kom je er niet aan, het is gewoon wel heel belangrijk aan mensen te zeggen dat het überhaupt belangrijk is om te bewegen in plaats van te zitten. En dat is in deze tabel mooi te zien. Op de verticale as staat het risico op overlijden en op de horizontale as is het aantal beweging wat je in de week hebt. En bij de pijl staat dan, dat is ongeveer de norm gezond bewegen. Maar dan kun je dus zien als je dus minder beweegt, dus ongeveer aan de helft voldoet, dat je dan al 20% minder risico hebt op overlijden. Dus het is gewoon heel goed om van die, dat hele zittende bestaan in ieder geval af te komen en in beweging te komen. En vervolgens is het ook belangrijk om dat weer vol te houden. Want we hebben altijd wel een excuusje waarom het vandaag in ieder geval niet handig is om te gaan bewegen. En dat is ook niet heel gek. Want als we naar de theorie kijken van hoe gaat het nou met die motivatie? Nou, hier zit links op de trap is als iemand helemaal agemotiveerd is. Dus helemaal geen motivatie heeft om te bewegen. En dan gaat hij via een extrinsieke motivatie. Dus dat is dat je het voor iemand anders doet. Voor je arts of voor je partner of voor je kinderen.
naar intrinsieke motivatie. En dat is dat je het echt zelf wil. En als je van die A-motivatie naar enigszins intrinsieke motivatie wil, dat duurt ongeveer een half jaar. Dus het is ook niet zo gek dat het niet zo makkelijk is. En dat is goed om te beseffen. En als laatste sheet heb ik dan de trap net iets anders. En dat gaat van ik doe het niet naar ja, het is me gelukt. En daar staat halverwege, hoe zal ik het doen? En dat is gewoon heel belangrijk, dat jij het doet op die manier wat voor jou het beste werkt. En dan pas hou je iets vol. En daar gaan Anna en Hendrik gaan daar verder op in. We zullen ons eerst aan u voorstellen. Mijn naam is Hendrik Gol. Ik ben vanaf 2013 werkzaam als medisch maatschappelijk werker in het Martini ziekenhuis. Mijn specialisme is de nefrologie. En dat houdt in dat ik contact heb met patiënten op de nierfalenpolie, de verschillende vormen van dialyse, bij sommige patiënten bij de screening van de transplantatie. En ik ben trainer sterk. En dit is een training voor nierpatiënten die nog niet toe zijn aan transplantatie of aan dialyse. En sterk staat voor stimuleren, eigen regie en kwaliteit van leven. Mijn naam is Anna Hummel. Ik ben vanaf 2012 werkzaam binnen de afdeling nefrologie van het UMCG. Ik werk daar als dialyseverpleegkundige en één dag in de week op de nierfalenpolie. Mijn aandachtsgebied is daar de transplantatie. Daarnaast heb ik veel interesse voor gezonde leefstijl als belangrijk onderdeel in de behandeling van nierpatiënten. Ik heb daarom ook de opleiding leefstijlcoach gevolgd en ben ik sterktrainer in het UMCG. Wat Nienke in de inleiding al vertelde, gaan we tijdens dit webinar vooral ook gebruik maken van de ervaringen van nierpatiënten. Lotgenoten vertellen over hoe zij in beweging zijn gekomen. In het volgende filmpje stellen Rob, Henk en Sandra zich aan u voor. We hebben afgesproken dat we hun bij de voornaam mogen noemen. En we gaan nu naar het filmpje kijken. Goedemiddag, mijn naam is Rob van Eck. Woonachtig in Beerta. Al van vroeg af aan, vanaf mijn 17e jaar, een hoge bloeddruk geconstateerd. Dat resulteerde in een nierschade. Nierfunctie liep langzaam achteruit. Tijdens een onderzoek naar mijn nieren is er kanker geconstateerd op de nieren. Nieren zijn beide verwijderd. Ik diagnoseer nu. Op zich gaat het prima. We hebben naast een BNB ook nog een Edel smederij. Dat kan je achtergrond zien. Dat functioneert allemaal prima. Samen met mijn zoon Martijn en mijn vrouw Marian kunnen dit allemaal prima voor elkaar krijgen. We kunnen met z'n drietjes. Ik ben Henk, 78 jaar, woon in Groningen. Mijn probleem is dat ik een nierziekte heb. En om toch in beweging te blijven, hebben wij een tijd geleden een hond aangeschaft. En dat houdt in dat wij elke dag een 3 à 4 keer lopen. Waarbij er in elk geval een ronde is van ongeveer een uur. Mijn nierziekte is in die zin een probleem dat ik af en toe best wel vermoeid ben. En dan moet ik mijn rust nemen ook. Mijn nierfunctie op dit ogenblik is 24. Hoi, ik ben Sandra. Ik ben bijna 54 jaar. Ik heb in 1995 gehoord dat ik een nierziekte had. Dat is ontdekt tijdens de zwangerschap van mijn zoon. Ik ben in 2012 succesvol getransporteerd met een prachtige nier van mijn 4 jaar jongere broertje. Op dit moment is mijn nierfunctie rond de 40%, waar ik hartstikke blij mee ben.
Ik werk nog steeds fulltime, ben ik ook altijd blijven doen. Ik werk, we hebben samen met mijn man heb ik 2 kapsalons. En daar ben ik gewoon echt volledig aan het werk. Het enige wat ik doe, ik geniet van het leven met deze mooie, prachtige nieuwe nier. Ik zie mijn dia niet. Alles is moeilijk voordat het gemakkelijk wordt. Het is een mooie tegeltjeswijsheid. En dat geldt zeker voor gedragsverandering. Dus om om in beweging te komen. We kennen allemaal wel onze goede voornemens. En zeker rond oud en nieuw is dat vaak aan de orde. De een wil meer gaan bewegen. Wil vaker naar de sportschool gaan. Of wil afvallen. Maar vaak in de praktijk komt er maar weinig van terecht. Maar hoe komt dat nu? Dat komt omdat gewoontes vaak moeilijk zijn te doorbreken. Veel van ons gedrag gaat automatisch. We denken er niet over na en hebben vaak onze verplichtingen waardoor de dag vaak zomaar gevuld is. Daardoor val je snel terug in oude gewoontes en automatisch gedrag. Een goed voornemen leidt dus niet altijd tot ander gedrag. Om meer te bewegen moet je dus iets veranderen in je dagelijkse ritme. En dat vraagt energie en tijd, wat Feitje net in haar presentatie ook al vertelde. De eerste stap om in beweging te komen is voor iedereen eigenlijk hetzelfde. Je moet je bewust worden van je huidige gedrag en bedenken naar welk gedrag je toe wilt. Maar weet ook waarom je weer wilt bewegen. Dus je moet je motivatie helder krijgen. Dat zien we ook op het plaatje van de trap, die bij Feitje ook al in haar presentatie kwam. Je zit of onderaan de trap, van dat je wel wil, maar het nog niet doet. Of je zit halverwege dat je toch wat meer in je motivatie komt en denkt van, ja, hoe zal ik het aanpakken? Of al je bent al zover dat je toch door gaat zetten. En motivatie kan ook heel verschillend zijn. Hè. Voor de een is het belangrijk om daar een sportief doel aan te koppelen. Maar voor de ander is bewegen belangrijk om de dagelijkse activiteiten te blijven uit te voeren. Hè. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Ook is er verschil in motivatie. Hè. De motivatie kan vanuit jezelf komen om meer te gaan wandelen. Maar het kan ook zijn dat de dokter tegen u zegt van het is verstandig om meer te gaan bewegen. Het maakt niet uit van wat de motivatie is, maar besef wel, als het niet helemaal je eigen motivatie is, dat het dan vaak langer duurt en moeilijker is om het gedrag aan te passen. Maar het is nooit te laat om hier verandering in te brengen en gebruik daarbij kleine stapjes en koppel het aan een gewoonte. Een hulpmiddel om hier inzicht in te krijgen in je motivatie is bijvoorbeeld je wilt meer gaan bewegen. In deze grafiek zien we van wat zijn de voordelen van het niet veranderen en van het wel veranderen. Als u dit voor uzelf invult, dan wordt het voor u duidelijk van is de motivatie groot genoeg om hiermee aan de slag te gaan. Voor Rob, Henk en Sandra hoort u nu in het aankomende filmpje wat hun motivatie is om in beweging te komen. Wat was dan jouw motivatie om wel weer te starten met bewegen? Nou ja, als ik niet beweeg, ik heb mij een beetje aanleg om dikker te worden. Dus op een gegeven moment word je dan zo zwaar, denk je van ja, nou wordt het wel heel erg. Dus dan laten we toch maar even wat gaan doen. Nou, dan pak je het erop en dan, door middel van het spinningen. Of door te roeien, door echt weer een beetje beweging te nemen. Dat ging dan een aantal maanden, jaren ging dat weer goed. Nou, dat zwakte dan weer af. En op een gegeven moment denk ik van ja, nou word ik toch wel weer te zwaar. En dan begon hetzelfde cycletje weer. Je gaat weer fietsen, je gaat weer roeien. Dat heb je eigenlijk continu wel gedaan, ja. Door de jaren heen. En dat hier bijvoorbeeld toch wel beweging door, vooral om het land te maaien, het bos te onderhouden. Dus we hebben een hectare grond, dus dat vraagt veel tijd. En ja. Ja, je beweegt automatisch eigenlijk al heel veel. Ja. Met stilzitten kan ik sowieso eigenlijk niet. Nee, dus je zegt, je BNB en de activiteiten die je doet, die houden je ook in beweging.
Dat is voor jou ook een doel om te bewegen. Dat is ook echt het doel, ja. En nou, ik merk het ook zelf. Je voelt je gewoon prettig. Als ik te zwaar ben, dan voel ik me echt, nou ja, echt een beetje lomp, een beetje moe, zeg maar. Ja, en nu, als ik echt weer bewogen heb, dan gaat het veel beter. Je voelt je eigenlijk energiek. Je wil echt, je pakt aan, je wil wat gaan doen. Ja. En dat kan dan ook. Ja, dus het geeft je ook wel die energie. Het geeft door energie. Te bewegen. Ja. Ontspanning. Ik heb er ook geen hekel aan. Hè. Nee. Ik doe het met plezier. Ook het werkt hier omheen. Het moet getimmerd worden, er moet gezaagd worden, er moet gemaaid worden. Altijd, al die werkzaamheden. Ja, het is niet allemaal leuk, maar het moet ook gedaan worden. En met tegenzin doe ik het zeker niet. Nee, dus het motiveert je wel om in beweging te blijven. Ja. En nu ben je... Wat maakt dat je gemotiveerd blijft om dit te blijven doen, om in beweging te zijn? Ja, dat is best wel een heel lastige vraag. Ja. Ik haal ook zoveel plezier uit mijn sport. Ja. En elke keer, het is niet altijd even makkelijk. Als ik er naartoe ga, heb ik geen zin of wat dan ook. Maar ik moet van mezelf gewoon. En als ik dan weer thuis kom en dan ben ik zo trots op mezelf, dan heb je dat gelukstofje. Ja. Het is gewoon een gelukstofje. Ja. En dat je ziet van, wat ik toch maar weer gedaan heb. Je kan voor de televisie gaan hangen, maar daar wordt je lijf niet beter van. Nee. Wordt je lijf niet beter van. Nee, dus eigenlijk zeg je van, ik word gemotiveerd door dat wat ik weet van wat het me oplevert. Ja. Het gelukstofje. Het gelukstofje. Ja, en als je dan denkt over je nierziekte, van, doe je het daar ook voor? Dat je zegt van, om daarvoor in beweging te zijn. Nou ja, weet je, als je nierziekte hebt, dan voel je je vaak wat moe. Ja? Dan kun je twee dingen doen. Je kunt je erbij neer gaan leggen, word je niet beter. En ik vind gewoon elke beweging, kijk, wat ik nu allemaal doe, dat heb ik voor die tijd ook natuurlijk niet gedaan. Nee. Het is met hele kleine stapjes begonnen. Ja. En ja, het is zo belangrijk, want je houdt je hele lichaam daarmee op peil, zeg ik maar gewoon, en voor je nierfunctie ook. Het bewegen is gewoon eigenlijk een must voor je nierfunctie ook en voor je gehele je sociale contacten, voor je gehele lijf, voor alles. Ik hoor in ieder geval dat je enthousiast bent. Ja, ik haal er heel veel plezier uit. Ja. Ja. Je bent dus aan het wandelen, veel aan het wandelen, en wat levert u dat op? Nou, dat levert op dat je, omdat je in beweging blijft, minder stram en stijf wordt. Ja. En dat je in mijn geval dan ook een beetje op gewicht blijft. Want voordat we de hond hadden, deze hond hadden, was het toch wel zo dat je neemt je wel voor om veel in beweging te blijven wandelen en dat soort dingen. Maar toch is er altijd wel een uitvlucht, met name als het wat slechter weer is, om het niet te doen. Ja. En ik had wat moeite om mijn gewicht te behouden. En nu met toch de structuur van regelmatig wandelen, kan ik mijn gewicht op peil houden. En daarnaast fiets ik ook een aantal keer in de week, 4-5 keer. Ja, dus ik ben echt in beweging. En heeft het ook te maken met in beweging zijn van met betrekking tot die nierfunctie? Ja, heel duidelijk. Want bij het minder bewegen, een aantal jaren terug, zakte mijn nierfunctie toch wel vrij snel. Ja. En toen heb ik heel rigoureus dieet genomen. Ja. En met het bewegen van de hond is het nu, nou, ik wil niet zeggen stabiel, maar het is toch wel dat het minder snel zakt. Ik heb op dit ogenblik die nierfunctie van 24. Ja. En daarvoor was het 25 en daarvoor was het 27. Ja. Dus het zakt minder snel dan een paar jaar geleden. Ja, u zegt van eigenlijk van, heb je er wat meer grip op? Ja. He, je hebt op heel veel dingen geen grip, maar op het bewegen heb je grip. Ja. En Rob, ik weet dat je ook twee keer geopereerd bent, best forse operaties. Heb jij toen ook speciale dingen gedaan om fit van operatie in te gaan? Of kun je daar iets over vertellen? Ik heb wel degelijk wat gedaan inderdaad. Vooraf werd al gezegd van een fitte patiënt die herstelt veel beter. Dus daar, ik heb geprobeerd daar wat aan te doen. En eigenlijk toen ik dat te horen kreeg, ben ik eigenlijk direct begonnen met weer het spinnen, het fietsen. En gewoon in de woonkamer. En dat ook weer langzaam een beetje opgebouwd. Dat ik echt weer een behoorlijke
fitheid voelde, dat ik echt weer wat meer energie kon voelen. Ja. En na de eerste operatie heb ik dat eigenlijk ook weer zo snel mogelijk proberen te doen. En dat was eigenlijk al vrij snel. Eigenlijk met een dag of 10 zat ik al weer op de fiets na de operatie. En heb ik ook weer geprobeerd een beetje op te bouwen. Ja. En na die tweede operatie ging het trouwens heel goed. Qua snelheid, qua herstel. Ik was eigenlijk met een dag was ik alweer uit bed. En had ik mezelf eigenlijk zelf gedoucht. Alleen maar omdat ik behoorlijk fit al was. Ja. En dat heb ik geprobeerd voor te zetten. En tijdens de dialyse dus probeer ik me ook elke keer weer te fietsen. Ja. En daar voel ik me gewoon goed bij. Ja. Zoals u hoorde van Rob, Henk en Sandra, kan de motivatie en de vorm van bewegen dus heel verschillend zijn. Bewegen kan recreatief zijn, het geeft ontspanning en plezier, maar het kan ook functioneel zijn om tijdens het uitvoeren van uw dagelijkse bezigheden. Daarnaast kan bewegen ook therapeutisch zijn, dus u kan voor het onderhouden van kracht en conditie. En u kunt daarbij hulp krijgen van een fysiotherapeut of naar de sportschool gaan. Of ter voorbereiding van een operatie, zoals Rob ons vertelde, dat het belangrijk is om je kracht en conditie te verbeteren. Nu hebben we de volgende vraag voor u. We zijn benieuwd naar uw motivatie om meer te bewegen. Kunt u ons vertellen waar u staat op de trap? Staat u onderaan, halverwege? Of staat u bovenaan? Er komen verschillende antwoorden binnen. We zien nu dat sommige mensen van u halverwege staan. Er staan ook al mensen bovenaan de trap. Dat is heel mooi om te zien. En er zijn nog mensen die onderaan staan. Nog eventjes wachten. Nou, dat is heel fijn wat we zien. We zien dat 50% van de mensen toch al bovenaan de trap staat. Dus u bent al bewust met bewegen bezig. Dat is heel fijn. En de andere helft staat ongeveer halverwege. Dus we hopen dat we tijdens dit webinar deze mensen ook een stapje verder krijgen op de trap. Dan gaan we naar de volgende dia. Meer bewegen moet dus bewust in uw systeem komen. Wandel waar mogelijk en zoek een club of maatje ter ondersteuning. Sta elk half uur even op, wat Feitje ook al vertelde. Doe wat stoeloefeningen of doe mee met Heel Nederland Beweegt. Breng vooral beweging in je dag. Maar kies vooral ook iets waar je blij van wordt en plezier in beleeft. Dat is ook heel belangrijk. Beginnen met iets nieuws, maar ook snel weer stoppen, heeft niet alleen te maken met gebrek aan motivatie, maar ook met het stellen van haalbare doelen voor uzelf. Denk daarom vooruit en maak een plan. Naast je motivatie heb je dat wel nodig, een beeld van de weg, hoe u bij uw doel terechtkomt. En doe dat met kleine stapjes. Naast je motivatie heb je ook wilskracht nodig. Door de dag heen krijgen we te maken met heel veel verleidingen. De auto staat naast de deur en die pak je dan sneller dan even de fiets. We ploffen na het werk vaak op de bank en zijn dan moeilijk weer in beweging te krijgen om nog een wandeling te maken. Dus daarbij is de motivatie naast die wilskracht ook heel belangrijk. Maar wanneer het moeilijk wordt, denk dan ook aan het goede gevoel wat je na je activiteit vaak weer ervaart. En onthoud ook dat je prima in iets kunt doen aan sport en bewegen, ook al heb je er geen zin in. Onthoud dat wanneer je vaker dingen doet en het meer een gewoonte wordt, je ook minder wilskracht nodig hebt om die verandering door te voeren in je structuur van bewegen. Ja, zoals Anna zei, denk vooruit en maak een plan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een goede voorbereiding kan u helpen. U ziet hier twee instrumenten voor u. Het eerste is het plan. Dat is een persoonlijk actieplan die u kan invullen. En waarbij u bij elke stap gaat nadenken over de keuzes die u gaat maken. Bijvoorbeeld bij stap 1, dan ga je kiezen van welk doel, meer bewegen.
wat je gaat doen. Je gaat wandelen. Dit zijn allemaal even voorbeelden die hierin staan. En je maakt het heel concreet op welke dag je gaat wandelen en welke tijd. En hoe concreet je het maakt, dat maakt ook van dat je het gaat doen. In stap 4, ik kan het even niet zeggen, in stap 4 kan je ook een datum aangeven wanneer je je doel bereikt wilt hebben. En als je een datum stelt, dan stimuleer je ook, dat stimuleert ook om je doel te bereiken. In de cijfers kan je aangeven van hoeveel vertrouwen je hebt om het doel te bereiken. Hoe hoger het cijfer, hoe meer vertrouwen je hebt. Dit plan helpt je om van nieuw gedrag een gewoonte te maken. Het instrument wat ernaast staat, dat is de bewegingscirkel. Dit is een cirkel die maakt je huidige beweging in kaart. Met de beweegcirkel kan je plannen maken. En met deze beweegcirkel kan je ook inzicht krijgen om je plannen vol te houden. Deze instrumenten kan je natuurlijk gebruiken om zelf in te vullen. Maar het kan ook een instrument zijn om samen met bijvoorbeeld uw huisarts, uw POH of de professioneel, of professioneel in het ziekenhuis om dit mee te nemen en te bespreken. Ik ga even terug. Want nu zullen Sandra, Henk en Rob hier meer over gaan vertellen van welke plannen zij hebben. Kan je daar wat over vertellen? Wat doe je zo? Zeker. Wat voor structuur heb je? Ja, nou, op maandag ben ik dus altijd hier te vinden. Ja. En dan heb ik dus kussentraining. En dan doe ik dus kracht en cardio. In het uurtje doe ik dan kracht en cardio. En dinsdagavond is ook mijn sportavond. En dan boks ik. Ja. En daarnaast wandel ik nog veel. De andere avond wandel ik best wel veel. Of met vriendinnen. En ik heb ook altijd gewandeld met een hondje. Maar die is onlangs overleden. Maar ik blijf wel aan de wandel. En dan ga ik op zaterdags. Of in elk geval één dag in het weekend, dan pak ik mijn racefietsje samen met mijn man. En dan maken we toch een tochtje van minstens 60 kilometer of zo. Ja, dus eigenlijk wat ik van jou hoor van, is dat er gewoon structuur qua sporten in de week zit van welke dag je wat doet. Ja. En dat je daartussendoor nog wandelt. Ja. Je bent niet zo op dit niveau zo begonnen. Nee, dat wil je weten. Maar jij zegt, volgens mij met jouw eigen woorden van, het zijn kleine stapjes die je hebt gemaakt. En uiteindelijk doe je dus nu dit. Maar kan je over die kleine stapjes vertellen? Ja, zeker kan ik je vertellen. Kijk, toen ik net getransporteerd was, dan komt er iemand bij je in het ziekenhuis en dan begin je al met bewegen. Ja. En toen zei iemand tegen mij van, Sandra, heb je al bewogen? Nou, ik zeg, wat wil je weten? Want je moet dan op zo'n fiets zitten en dat wou ik dus allemaal niet. Ben ik gewoon gaan traplopen in het ziekenhuis. Daar ben ik al mee begonnen. Ja. En dat heb ik natuurlijk thuis doorgezet. Zo van, nou weet je, het zijn hele kleine dingen. Dit hoef je niet in één keer te doen. Je kunt, als je een brief gaat posten, kun je met de auto gaan. Of met de fiets gaan. Maar je kunt ook gaan wandelen. Ja. Ga je een boodschapje doen, ga je niet de auto pakken, ga je gewoon een keertje eventjes daar naartoe wandelen. Steeds een klein beetje je grenzen verleggen. Zo ben ik begonnen. Ik was eerst al heel blij dat ik een trap op kon. Ja. En eigenlijk van wat ik ook begreep van dat je dingen doet die je leuk vindt. He, dat heeft denk ik ook te maken met het volhouden. Ja. En dat jij echt achter staat van de bootcamp, het boksen, van dat vind je echt dingen. Ja, ik heb het fietsen, dus dat dingen. Je heeft nu gekozen voor de wandel met de hond. Ja. Is dat ook van dat ding dan niet meer kunnen, dat je je aanpast aan de situatie zoals die is? Ja. Ik ben in het verleden altijd fanatiek sporter geweest, individueel vooral, schaatsen en wielrennen. Ja. En als je leeftijd boven de 60, 65 jaar, dan gaat het allemaal wat minder. Dan zoek je andere mogelijkheden. Ja. Nou, groepsgebeuren, dat trekt me niet zo. Dus vandaar de aanschaf van, mede is dat een oorzaak geweest, de aanschaf van de hond. Ja, en, zoeken dus, eigenlijk, zegt u van. Ja. Bewegen gaat eigenlijk over zoeken van wat bij je past en ook waar je blij van wordt. Ja. Want dat kan ik ook aan zien, dat u blij van hem wordt. Dus het is een heel leuke hond. En ik heb best wel een tijd gehad dat mijn nierproblemen ook wel invloed hadden op mijn humeur. Ja. En op mijn
denken over de wereld en, ja. en het algemeen. Ja. En na verloop van tijd probeer je daar wel weer een evenwicht in te krijgen. Je hebt het idee, mijn lichaam laat me in de steek. Hè? Ja. En dat is niet zo prettig natuurlijk. Ja. En je hebt met die hond ook een stukje afleiding. Ja. Hè? Is altijd vrolijk. Ja. Altijd iemand in huis die, die aan het lachen maakt. Ja. Dus eigenlijk levert u... Levert veel voordelen op. En wat doen de dialysebehandelingen met jouw energie? Merk je daar ook verschillen in? Is het anders op dialyse dagen? Of zegt u van, als ik thuis kom, kan ik ook nog wel dingen doen? Of is dat toch wel anders? Ja, dat is toch wel wat lastiger inderdaad. Ik heb eerst in het begin ben ik in de ochtend gedialyseerd. Nou, dan kom je rond een uur of twee, drie kom je thuis. En dan is het heel moeilijk om echt weer aan te zetten tot iets te doen. De volgende dag voelde ik het dan weer veel beter. En dan haalde ik het eigenlijk weer gewoon weer in. Ja, dus qua planning hield je wel rekening met je dialyse dagen. Ja, ja. Dat moest ook wel. Ja. Dat komt echt, naar die dialyse kwam het echt niet zoveel meer uit. Nee, dus dan voel je die vermoeidheid en dan heb je dat dan nodig. Later werd het overgezet naar de middag. En dan ga je gewoon s'avonds thuis, nou, dan ga je eigenlijk weer ook niet direct naar bed. En dan had ik eigenlijk nergens last van. Dan ging het altijd maar gewoon doen. Ja. Voldoende energie om ook echt weer de hele dag bezig te zijn. Ja. Ja. Nou, dat is mooi, ja. Belangrijk in hun verhaal wat u gehoord heeft is van dat Rob, Sandra en Henk dingen doen die ze leuk vinden. Het kan zijn op sportief gebied, het kan zijn met de hond wandelen, maar het kan ook het functionele bewegen zijn. Zoals Sandra aangeeft, met kleine stapjes begonnen. De structuur in de week, de vaste momenten in de week. En ook dingen waar je rekening mee moet houden, zoals wat Rob zei, van ook rekening houden met de dialyse. En wat Henk ook nog vertelde, van het is ook bewegen is ook goed voor je mentale welzijn. En dan is er nog een kunst van, hoe hou je dit allemaal vol? Belangrijk om te weten, veranderen kost tijd. En verandering gaat vaak gepaard met kleine stapjes. En het is ook belangrijk om na te blijven denken om welk doel je wil bereiken. Hou je daaraan vast en waarom is het zo belangrijk voor je? Ook belangrijk is van dat je je valkuilen weet. Als je valkuilen weet, weet je ook hoe je daartegen moet wapenen. Dat je altijd, je kan niet alleen sporten en je hebt altijd een maatje. Maar het maatje kan ook ziek worden. Wat doe je dan? Je wilt twee keer in de week gaan wandelen. Maar je vindt wandelen in de regen niet fijn. Wat doe je dan? Wapen je daartegen, dan, als je valkuilen kent, dan kan je daar ook tegen wapenen. Dat is belangrijk. Als je een keer een uitglijder maakt, dan faal je niet. Hè? U ziet daar een mooi plaatje van. Maar daarmee bedoelen we van, als je als doel hebt gesteld van, ik ga een paar keer in de week fietsen naar mijn werk. Je hebt dat even niet gedaan. Dan probeer het de volgende dag weer. Belangrijk hierin is wel van om het niet uit te stellen. En ook wat belangrijk is van beloon jezelf als het doorzetten is gelukt. Dat hoeft niet iets heel groots te zijn van als je gewandeld hebt, kan je met je wandelmaatje gaan koffie drinken. Je kan naar de bioscoop gaan. Doe iets wat je leuk vindt. Even weer terug. We gaan nu kijken naar een filmpje van hoe Sandra, Henk en Rob dit doen. Dat zien ze dus niet, maar van jij sport nu met een, je gaat zich sporten met een personal trainer. Heb je dat nodig? Is dat steunend? Ik vind zo'n personal trainer vind ik wel heel steunend. Andere mensen zullen het uit de groep gaan halen. Ja, dat kan ook. Voor mij is dat niet zo geschikt, omdat ik een ontzettend gezellig persoon ben. En dan vind ik de gezelligheid leuker dan nu dat ik train. Ja. Dan weet ik gewoon dat ik niet zoveel doe. Ja. Dus hij haalt echt wel wat bij naar boven. Ja, van dat je tot het
uiterste ja, gaan. Ja, dus een personal trainer nodig. Ook, misschien ook wel, dat motiveert je ook wel. Je motiveert ook. Ja. En wat je ook vertelde van jouw man is ook tot steun. Kan je daarover vertellen? Ja, mijn man. Ja, dat is gewoon helemaal mijn steun toeverlaat. Ja. Ja, we werken samen. En hij sport dan ook. Weet je, en als we dan samen thuiskomen, we sporten niet samen. Maar als we dan thuiskomen, weet je wel, dan heb je het daar ook over. Ja. En je wordt alle twee, als ik nu zie, waar wij nu alle twee staan. Ik was gewoon vele kilo zwaarder altijd. En mijn man had een buikje. En denk, als we nu zien waar we nu staan, ja, dan kunnen nog heel veel kilo's af bij mij. Maar als ik zie wat het ons allemaal gebracht heeft. Ja, zoveel. Ja, zoveel. Zoveel ja. Energie ook. Zoveel energie. Ja, samen ja. Veel energie. Ja, absoluut. En dat is doordat je, nou ja, eigenlijk ja. Van dat jullie samen in beweging zijn gekomen. Ja. Ik heb hem meegenomen naar de sporten. Ja. Door mij is hij gaan sporten. Ja, ja. Klopt. Ja, zo leven dat het ja. Kan elkaar allebei opleven. Absoluut. Dat is natuurlijk wel mooi om te zien. Ja, zeker. Mooi. Je hebt voldoende plannen, zeg maar, om steeds in beweging te blijven. Nou ja, zeker. We willen nog een heel stuk verbouwen achterin. Dat doen we ook voor een groot deel zelf. Daar heb ik ook energie voor nodig. Mijn zoon daarin, die ondersteunt me daarin. Oké, okay, dus je hebt wel hulp van je zoon die helpt wanneer het dingen wat moeilijker gaan? Of, Martijn die pakt goed aan. Die zeer analytisch is die bezig. Dus wat dat betreft is hij inmiddels ook sneller dan ik. En de leeftijd komt natuurlijk ook om de hoek kijken. Dus wat dat betreft, dat is dan echt een ondersteuning. En als ik het niet red, hij kan het in ieder geval ook afmaken. Dat moet ook gelukkig. Ja. Ja, dat is ook belangrijk. Hè? Dat als je doelen hebt en het lukt minder goed, dan heb je wel iemand die jou ondersteunt en je helpt. En, ja. Ja, natuurlijk ook een vrouw die met je meedoet. Gelukkig hoef ik helemaal niks te doen aan de administratie, dat doet een vrouw niet over na te denken. Dus dat is een heleboel. Ja, dat is fijn. We zijn aan de wandel en we lopen nu met heel mooi weer. Wat doet u als het regent? Jas aantrekken, pet op en wandelen. Ja. Dat gaat gewoon door. De hond die, dus met de hond niet zo dat als het regent dat je kan zeggen van we doen het even niet. Nee, het weerhoudt u niet om de hond uit te laten. Nee, en ook eigenlijk de volledige lengte die je anders ook doet. Ja. Wij wandelen nu samen en ik heb ook begrepen dat uw vrouw ook met u meeloopt. Ja. Hoe is dat voor u? Nou, wij lopen veel samen en het is natuurlijk voor allebei gezond. Ja. En, je hebt dan naast dat je met de hond bezighoudt, dat je ook nog allerlei gesprekken voert. Ja. En je neemt de vorige dag eens even door, wat je nog allemaal moet gaan doen vandaag. Nee, wandelen is een hele leuke bezigheid hoor. Ja, en wat ik begreep heb ook van dat ook steun is, hè, dat jullie samen lopen. Ja. En dat het ook motiveert om te gaan wandelen met de hond en dat samen doen. Dat levert u ook het moment ook van gesprek. Ja. En ook, wat u zegt, de dag doornemen. Ja, ja. Ja, en wat bij nierpatiënten en bij mij dus ook het geval is, aan de buitenkant zie je eigenlijk niet dat er iets mis is. Hè? Nee. Of tussen haakjes natuurlijk iets mis is. Een heleboel mensen die vertel je dan om die vragen, dan die vertel je wel wat jouw probleem is. Maar zijn het ook zo weer vergeten, want eigenlijk loop je normaal, je praat normaal. Ja. Je hebt niet van pijn verwrongen gelaat en dat soort zaken. En met je vrouw weet wat je hebt, hè? Die maakt de hele dag mee. Die ziet ook dat als je een inspanning hebt geleverd, dat het vaak tot gevolg heeft dat je moet rusten. Ja. Met dit mooie weer, afgelopen 3 dagen geleden zijn we met de auto Groningerland weer wezen verkennen. De plaats waar wij in het verleden gewoond hebben. Ja. En even bij de zee kijken, Delfzijl. Ja. En dan zijn we toch wel een uurtje of 6 onderweg. Ja. Ergens lekker eten. En dan rust ik dus niet. Nee. Maar dat is de volgende dag. Dan heb je de volgende even dag. Even wat rustig aandoen. En eigenlijk zegt u van, hoor ik u zeggen, van het lopen met Kiko gaat altijd gewoon, dat gaat altijd door. Ja. En als er momenten zijn van dat u een drukke dag heeft gehad, van
dan doet u de volgende dag wat minder ja. activiteiten. Ja. Ja. En ik hoor u ik hoor in uw verhaal wel van dat u geniet. Ja hoor, ja. 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 Proberen zoveel mogelijk te genieten. Ja, het is wel wat ik ook al was, straks zei een tijdje geweest dat het wat somberder was. Maar sinds een aantal jaren, je kan wel ontkennen, hè? Maar dat levert niks op. Nee, het is er, ja. En het probleem heb je, draag je met je mee en je kan het beste ervan maken. Ja. Kort samengevat is dat Rob, Henk en Sandra steun krijgen van hun omgeving. En ook dat Henk die had een, die kwam de regen tegen, maar daar gaf even over aan van, dan doe ik mijn regenjas aan en ik loop gewoon mijn rondje. Wat kan u nog meer helpen? U ziet al een hele mooie rij staan en als eerste staat een smartwatch of een stappenteller. Door deze hulpmiddelen krijgt u inzicht in uw activiteiten en kan u helpen om uw doel te behalen. Sociale steun, dat kan zijn van ze gaan mee in beweging, maar het kan ook zijn van dat ze u steunen dat u gaat bewegen. We hebben in de GGD App Store een app gevonden, dat is de... Het ommetje. Dat stimuleert je om te gaan wandelen. En dat kan je ook via de app, dat ook anderen gaan wandelen. En dat kan je allemaal van elkaar bijhouden. Buurtsportcoach. Tegenwoordig hebben heel veel gemeentes een buurtsportcoach. Die organiseert activiteiten in de buurt. Onder andere wandelclubs. En u kan bij uw gemeente informeren van of er een buurtsportcoach aanwezig is. Ook hebben we gehoord, en dat heb ik van Anna gehoord, van dat ook huisartsen wandeltochten organiseren. En wandelclubjes organiseren, dus vragen naar. Walk and talk. Dat zijn wandelingen die landelijk worden georganiseerd door nierpatiënten. En dat zijn getransplanteerden die met wandelingen maken met alle mensen om hen heen. Dat kunnen vrienden zijn, familieleden, donoren. En wat ik ook, wat jij mij vertelde, ook dat nierpatiënten hier aan kunnen deelnemen. U kan op internet kijken van waar die wandelingen plaatsvinden. Nederland in beweging. Nou, van maandag tot en met donderdag kan u elke ochtend in beweging. U kent waarschijnlijk allemaal wel Olga Commandeur. Zij is onder andere een van degenen die dat doet. En ik weet van veel mensen die zich hier elke ochtend hierdoor in beweging gaan. De Wandelbond. Organiseert wandelevenementen, dat kunt u ook op internet vinden. En de Transplantoe is een fietstocht voor getransplanteerden en hun directen of hun naasten. Deze fietstocht wordt gefietst en Sandra zal u straks hier ook wat meer over vertellen. En wij willen u ook graag het advies geven van als u een vorm van beweging heeft gevonden of als u denkt van goh, dat ga ik doen, om dat ook met uw hulpverlener te bespreken, uw huisarts of de professional in het ziekenhuis. Hij kan u daar ook advies over geven. En als u het moeilijk vindt ook om in beweging te komen, bespreek dat met met uw huisarts, POH of de professional in het ziekenhuis. Ik denk dat we nu een vraag krijgen. Heeft dit webinar u in beweging gezet?
A, ja. B, nee. C, misschien. Nou, ik ben benieuwd. Nou, wij zien een heleboel, ja, dat is, nou ja, dat is natuurlijk heel mooi nieuws, want het is volgens mij al wat verschoven. Dat mensen in beweging gezet worden, dat is wat hoger dan, volgens mij, van de andere vraag. Ja. Nou, het gaat allemaal wat, maar het, ik geloof dat wij wel tevreden zijn over dit resultaat. En misschien, dat is nog aan het overwegen, maar een groot gedeelte die geeft aan, het antwoord A van, heeft dit webinar u in beweging gezet van, ja, nou, dat vinden wij, dat vinden we mooi om te horen. Als laatste wil ik graag het woord geven aan Sandra. Sandra die heeft de Transplantoe gefietst. En de Transplantoe is een fietstocht voor getransplanteerden. En bij de Transplantoe wordt de nadruk gegeven ook van hoe belangrijk bewegen is naar transplantatie. Maar tevens is de Transplantoe ook een soort eerbetoon aan een symbolisch eerbetoon aan de donoren. En Sandra gaat als laatste u over haar tocht vertellen. We staan hier bij een mooie fiets, Sandra. Klopt. En ik heb begrepen dat je de Transplantoe hebt gefietst. Klopt. Ik heb 25 juni heb ik de Transplantoe gefietst, de Mont Ventoux, zeg maar. Ja. Ja. En hoe ben je daar zo toe gekomen? Ik was op consult bij dokter Bergen, Steven Bergen. Ja. En die vertelde mij dus dat in het leven geroepen was, de Give & Live stichting eigenlijk van het UMCG. Ja. En hij zegt, Sander, is dat niet voor jou? Je bent nu zoveel aan het supporten, is dat niet een uitdaging voor jou? Zoals ik ben, niet over nagedacht, volmondig ja gezegd. Ja. En ervoor gegaan. Ja, en je hebt het gehaald. Ik heb het gehaald, klopt. Ja. En wat jij vertelde tegen ons, of tegen mij, van dat het moment was dat je daarboven stond, dat wel een prestatie was. Ja, het was een hele emotionele tocht, zeg maar. Ja, mega. Dit was onze presentatie en ik ga nu het woord weer geven aan Nienke. Ja, nu zijn we aan het einde gekomen van de presentaties, maar nog niet aan het einde van dit webinar. We nemen een paar minuten pauze. We hebben al een aantal vragen binnengekregen via de chat, alvast heel veel dank. Er is nog even een mogelijkheid om een vraag te stellen. Ik stel voor, het is bijna 8:30, dat we om 8:55 weer gaan beginnen. Dan zal ik namens u de vragen stellen aan Fijkje, Anna en Hendrik. Tot zo.
We zijn weer terug. We hebben even een kort pauzemoment gehad en was van tevoren vergeten te zeggen, ik hoop dat jullie nog even in de benen komen in die paar minuten. We hebben alle vragen geïnventariseerd en bedankt daarvoor. Ik wou heel graag beginnen met een vraag voor jou, Feitje. Er werd in de chat benoemd van, goh, dat was best wel een heel technisch verhaal, ging ook best wel snel, het belang van bewegen. Kun je misschien toch in de notendop nog even herhalen, wat is het belang van bewegen? Ja, nou, ik zei al, daar kunnen we uren over praten, dus vandaar, dit was al kort, maar probeer ik het nog wat korter. En in principe is het, als wij bewegen, dan is eigenlijk een samenspraak tussen dus het opnemen van zuurstof in je longen, door het lichaam vervoeren van dat zuurstof door het hart als het ware en door de spieren om dat op te nemen. En het voordeel van bewegen is dat je lichaam zich aanpast om dat cirkeltje eigenlijk zo efficiënt mogelijk te doen. Dus dat hart wordt efficiënter, die longen die worden efficiënter en die spieren die worden efficiënter. He, dus, en dat zorgt ervoor dat zij gewoon belastbaarder worden. Dat hart wordt sterker, de longen en dergelijke. En daarbij is de kans op het ontstaan van problemen van die verschillende organen onder andere veel kleiner. Ja. En stel er is al schade aanwezig. Kan je dat door bewegen ook misschien wat verbeteren? Of is het meer stabiliseren van de situatie? Nee, het is vaak als er schade aanwezig is, bijvoorbeeld een nierschade. Het is niet zo dat daadwerkelijk bewezen is dat jouw nier erop vooruit gaat. Maar het probleem is als jij schade hebt aan organen, bijvoorbeeld nieren, dat je meer kans hebt op hoge bloeddruk, op overgewicht en dergelijke. En dat heeft weer vervolgens risico neemt met zich mee als het ware, waardoor je weer andere problemen krijgt. Als jij overgewicht krijgt, heb je weer meer kans op het krijgen van diabetes, wat uiteindelijk weer slecht is voor jouw nier en dergelijke. Dus als je dat gewicht bijvoorbeeld naar beneden kan houden door meer te bewegen, dan wordt je lichaam eigenlijk gevoeliger voor insuline bijvoorbeeld, waardoor die diabetes weer tot rust kan komen of misschien er helemaal vanaf kan komen, wat dan uiteindelijk dus weer goed is voor je nieren. Ja. He, dus zo is het, speelt alles ook door elkaar, dat is ook weer het lastige aan dit hele verhaal. Ja. Hendrik, misschien kun jij hier meer over zeggen van, we noemden de optie van een sportschool en ook fysiotherapie is wel genoemd als een mogelijkheid, maar dat zijn dingen die geld kosten. Heb je wat suggesties van manieren van bewegen waar je misschien wel wat ondersteuning vindt die geen geld kosten? Ja, zoals ik u ook verteld heb, van er zijn dus de buurtsportscoaches zijn er. Er zijn die organiseren ook wandelclubs. En dat zijn natuurlijk ook manieren om daar steun te krijgen. Ik zit even na te denken van, heb Anna misschien nog een idee van iets van wat dan wat aangegeven wordt, wat geen geld kost, waar je kan aansluiten. Ik denk dat die buurtsportscoaches zijn dus gratis dingen, de wandelclubs. Bespreekt het met Nederland Beweegt, hè? Nederland Beweegt, ja. Hè, elke werkdag kan je dan bewegen. En dat is ook wel van waar veel mensen aan meedoen. En dit kan ook wel steunend zijn van dat u ook ziet dat anderen dat doen. Of een maatje zoeken om samen te fietsen. Of, hè? Ja. Het hoeft niet altijd in een sportschool of bewegen kan ook met de buurvrouw. Ja, of met dan de zeg maar gewoon van daarmee een rondje gaan wandelen. Oké. Okay. Het sluit misschien ook mooi aan op iemand die zegt sociale steun kan helpend zijn. Maar ze is alleen. Hebben jullie suggesties waar ze indien de behoefte is, sociale steun kunnen vinden. Als het niet in de directe omgeving voorhanden is. En het is misschien wel weer hetzelfde verhaal. Dat je dus steun kan vinden van, als je dus aan gaat sluiten bij een groep. En die groep, dat hoeft dus niet altijd wat iets te gaan kosten. Het zijn ook de wandelclubs waar je bij kan aansluiten. We weten wel van sommige wandelclubs die wandelen bijvoorbeeld elke zondag. En dan ontmoet je ook weer andere mensen. En dat is ook steunend. Ja. Ja, en vaak weet de huisarts of de praktijkondersteuner ook wel wat
wat in de omgeving van de patiënt, wat er allemaal is aan beweeggroepen. Ja, en er zijn natuurlijk veel dingen te vinden op internet, hè, maar ik denk dat de huisarts ervan op de hoogte is. En bijvoorbeeld als je wilt weten of er een buurtsportcoach is van, je kan het intikken, je gemeente erachter zetten en dan komt vanzelf, krijg je te zien van of dat ook in uw gemeente is. We krijgen nog even een vraag binnen. even kijken hoor. Fijke, nog een vraag voor jou. Iemand kan niet goed staan doordat er drukpijn is in de benen. Wat veroorzaakt wordt door vocht en medicatie. Heb je suggesties wat zij kan doen? Want ik kan me voorstellen als dat problemen geeft bij het staan. Dat wandelen misschien ook wat minder makkelijk gaat. Wat zou zij kunnen doen? Ja, nou, er zijn natuurlijk verschillende sporten of bewegen waardoor je minder staat. En dat is een beetje een open deur. Misschien bij het fietsen of het zwemmen. Maar eigenlijk is het ook, juist als je vocht vasthoudt, is het natuurlijk best wel goed om die benen wel in beweging te brengen. Maar dat kan ook echt al vanuit de stoel met kleine oefeningetjes. Of juist een paar keer opstaan vanuit de stoel. Want dat is het ook vaak. Het hoeft niet altijd bewegen te heten of dat je ergens heen moet. Maar het zijn soms die kleine veranderingen in je dagelijks leven. Wat vaker opstaan, wat vaker gewoon wandelen van de ene kant van het huis naar de andere, bij wijze van de trap oplopen. Dus dat is al. Dus voor haar, ja, ze gaat in kleine stukjes op splitsen als het ware, maar het is wel goed om af en toe dat wel te gebruiken, denk ik ook. Ja, ja. En Anna, want je kunt ook beperkt zijn door een dialysebehandeling. Of misschien zijn er ook wel beperkingen na een transplantatie. Kun je daar iets over zeggen? Ja, tijdens de dialyse dialysepatiënten hebben vaak een shunt. En transplantatiepatiënten hebben natuurlijk een kostbare donornier. Dus dan is het wel belangrijk dat je overlegt met je nefroloog van welke sporten geschikt zijn. Echt contactsporten, daar moeten mensen wel voorzichtig mee zijn. Maar bespreek dat goed met de nefroloog. Er is heel veel mogelijk. Ja, ja, en ook de katheter in de buik, ja, hè, voor de buikdialyse. Ja, ja. Nou, een vraag die net ook binnenkwam. Hoe belangrijk is bewegen als je al op je werk veel beweging krijgt? Nou. Mooie vraag voor jou, denk ik, Pijtje. Ja, want dat krijgen wij bij de sportgeneeskunde ook vaak te horen. Van als wij zeggen van het is goed om in beweging te gaan. Dat ze zeggen, ja, maar ik beweeg al de hele dag. En dan het is ook een beetje het onderscheid tussen de mensen. Natuurlijk, we hebben het nu ook veel over de mensen die weinig belastbaar zijn misschien. Maar er zijn ook al mensen die natuurlijk wat verder zijn. En je moet ergens moet je lichaam wel elke keer een beetje een prikkel geven. Anders verandert hij niet. Dan heeft hij geen reden om beter en efficiënter te worden. Dus eigenlijk moet je proberen iets anders te doen dan dat je de hele dag al doet. En als je iemand die al wat fitter of die in ieder geval geen echte beperking heeft, zeggen we ook altijd van het is eigenlijk een combinatie tussen lange duren bij lage intensiteit. Maar dan zonder onderbrekingen. Dat is vaak wat je op je werk doet. Je zit weer in beweging. En dat is echt goed. En daarnaast wat op een hoge intensiteit korte stukjes. Ja, en dat doe je niet altijd op je werk, tenzij je de trap heel hard op en neer gaat rennen bijvoorbeeld. Maar die twee uitersten, dat is vaak iets wat je op je werkdag niet per se opzoekt. Dus dat zou wel goed zijn in ieder geval, omdat er nog ergens toch te zoeken in de week, dat je dat toch nog wel extra zou kunnen doen. Ja, zoals het een hele lange werkdag is, en dat is dan misschien ook wel, Hendrik, wat jij ook benoemde, hè? Maak een plan. Ja. Dat op een hele drukke werkdag, wat misschien mentaal heel druk is geweest, fysiek misschien iets minder, dat dan niet het goede moment, maar dan een andere dag in de week het juist wel op te zoeken. Ja, ja, ja. En het is natuurlijk ook van wat Sandra ook vertelde in haar verhaal van, dat ze dus drukke werkdagen heeft, maar dan wel gaat sporten. Want zoals ze zelf zegt, zij weet wat het haar oplevert. Hè, van, zij spreekt zelf ook over het gelukstofje. Dus ook voor haar mentale welbevinden is het wel belangrijk. Hè, ondanks dat ze druk gewerkt heeft, gaat ze wel sporten. Ja. Nou, dus een vraag wellicht voor jullie alle drie. Hendrik, ik geef hem eerst even aan jou. Hoe ga je om met mensen die een hekel hebben aan bewegen?
ja, hoe zet je iemand die een hekel heeft aan bewegen van aanbewegen? Van, nou, het is wel heel belangrijk van, het gaat natuurlijk om motivatie. En dat is natuurlijk een zoektocht van, hoe raak je gemotiveerd om dat te doen? Van, moet de arts dat tegen je zeggen? Maar belangrijk is eigenlijk de zoektocht naar dingen opzoeken die je leuk vindt om te doen. Ik weet niet of er aanvullingen zijn van, of Anna nog een aanvulling? Ja, vooral ook de balans opmaken van waarom zou je het wel willen en waarom niet. En op een gegeven moment dan komt een kanteling, als je het echt heel belangrijk vindt, om wel in beweging te komen. Ja. Maar ja, naast motivatie heb je ook die wilskracht nodig. Ja. Dus dat is ook kijken van, ja, hoe doe ik het? En een plan is dan heel belangrijk. Ja. Dat je het echt plant en ook die stapjes gaat zetten, maar kleine stapjes. Ja. Begin klein. Ja. Ja. En op een gegeven moment dan, als je hebt bewogen, dan kan het op den duur best leuk worden. Ja, dat gevoel van, nou, dat heb ik toch maar weer gedaan. Dus dan worden die kleine stapjes langzaamaan wel meer. Ja, eigenlijk. En dat je nieuwe, dat je nieuwe gedrag, dat een gewoonte wordt. Ja. Ja. Volgens mij vertelde jij feitje ook wel dat dat ook wel even kan duren. Hè? Dus dat het, en ook niet iedereen komt daar dat het helemaal vanzelf gaat. Dus dat is niet zo dat dat... De ene heeft ook een beetje het geluk dat ze van nature al iets meer dat in zich hebben. Dat ze graag bewegen. En maar ik denk dat het daarom ook wel belangrijk is. Hè, dat die mats die ik zei. Dat de één mat is hetgene dat we gewoon rustig zitten. En dan heb je een hele tabel met allemaal activiteiten. En hoeveel mats dat kost. En dat je gewoon kijkt naar wat... je kan op internet opzoeken wat is eigenlijk tussen de 3 en de 6 mats, wat al stofzuigen bijvoorbeeld is, maar ook tuinieren. Je kan ook op een andere manier kijken hoe kom ik wel aan die norm. Dat hoeft niet per se sporten of bewegen te heten. Sommige mensen weten niet eens wat daarin valt. Als je heel erg van schoonmaken houdt, ja, prima. Ja. Dat is ook heel goed. Moet je doen. Ja, dan kun je dat vooral heel goed doen. Ja. Dus het is ook wel de... In het goed weten wat iemand leuk vindt, wat iemand wel trekt. Ja. En daarin, en het moet niet zo zijn dat mensen denken, oh, ik moet bewegen. En dat kan soms juist averechts werken. Maar als je meegaat in van wat het ook zou kunnen betekenen, werkt dat soms wel. Ja. 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 Als mensen naar een sportarts zouden willen gaan, kan iedereen daar naartoe? En wat kunnen ze dan verwachten bij een bezoek bij de sportarts? Ja, in principe kun je altijd een afspraak maken bij een sportarts voor een inspanningsonderzoek bijvoorbeeld. Dat is dan vanuit de aanvullende verzekering. Maar ook je kan met alle klachten die je hebt bewegen van het, klachten van het bewegingsapparaat, maar dus ook klachten van pijn op de borst. Want dan kun je via je huisarts gewoon verwezen worden naar de sportarts. En dan is het afhankelijk van de vraag of wij dus kijken naar de klacht, het gewricht. Of dat wij dus zo'n inspanningstest voorstellen om te doen op de fiets. En dan moeten ze wel even hun best doen om te laten zien wat gebeurt er als je toch maximaal gaat. En wat gebeurt er dan met hart, longen. En dat, maar dat passen we net zo aan dat iemand dat ook kan. Ja. Hè? En Feitje, je zegt eigenlijk dus als je een verwijzing krijgt van de huisarts, dan zit het in je... Dan wordt het basis. Ja, zit het dus precies. Ja, ja. Ja. Aanvullende. Dan is het vergoed. Met een verwijzing valt het gewoon onder basisverzekering. Maar je kan zo'n sportonderzoek ook gewoon preventief doen. En dan is het de aanvullende verzekering. Okay. Nou, er werden ook wat meer informatie kregen we via de chat binnen over de walk-in talk. Iemand benoemde dat het wel minimaal 5 kilometer is. Okay. Dus dat is wel goed om rekening mee te houden. En dat het niet geschikt is voor rollators. En dat er ook een Facebookgroep is, Bewegen en Transplantatie. Dus daar is ook meer informatie te vinden over de walk-in-talk. Iemand anders vroeg, waar kan ik die beweegcirkel vinden? Hendrik of Anna? Een van, Hendrik, kan jij... In de digitale goodiebag. U kan hem straks vinden in de digitale goodiebag. Je kan het ook... op internet, beweegcirkel, van je vindt er mooie filmpjes. Soms, misschien liggen ze ook al bij de huisarts, denk ik uit. Van Anne vertelde van ook op de dialysecentra in het UMCG liggen ze. Dus gewoon vragen van of opzoeken. Maar hij komt in ieder geval in de digitale koelieweg. Ja.
En dus daar vinden we dan strakjes, hè, na het afsluiten, de beweegcirkel. We hadden het ook al even over de buurtsportcoach en de wandelclub. Jullie hebben er al wel een beetje over gezegd. Maar ja, als mensen nou geïnteresseerd zijn, Anna, hoe kunnen ze nou het beste kijken? De buurtsportcoach die werkt bij de gemeente. Hè, dus dan kun je bij het loket van de gemeente op de website zoeken. En vaak weten huisartsen ook wel waar de buurtsportcoachen te vinden zijn. En anders de professional in het ziekenhuis. Ik weet in het UMCG hebben ze nu het LOFIT-loket. Daar kunnen alle nierpatiënten heen die een vraag hebben op het gebied van bewegen. En krijgen dan begeleiding in hoe ze in de eerste lijn terecht kunnen. Ja. Ja, dus mensen kunnen zelf heel goed op zoek proberen op internet te vinden, op de gemeenteloket. En anders is het advies huisarts of als je in het ziekenhuis komt om bij je zorgverlener te vragen. Ja. Volgens mij hebben we heel veel vragen in ieder geval beantwoord die in de chat binnen zijn gekomen. Ik heb er nu eerst geen meer op papier staan. Mocht het nou zijn dat er toch nog nieuwe vragen binnen zijn gekomen, dan zullen we die nog gaan beantwoorden. Het webinar is namelijk terug te zien op de website van het Martini Ziekenhuis. Dat heeft in ieder geval wel een aantal dagen nodig. We hopen dat binnen 2 weken gerealiseerd te hebben. De vragen die dan nog binnengekomen zijn, die zullen ook op de website worden beantwoord. Op het moment dat u dadelijk het webinar afsluit, dan krijgt u een evaluatieformulier. We zouden het heel erg op prijs stellen als u dat invult. Dat u aangeeft hoe u dit webinar heeft ervaren. Er staat ook een vraag in over onderwerpen waar u behoefte aan hebt, waar we bij een volgend Niercafé op in kunnen gaan. Daar hebben we zeker behoefte aan, want we sluiten heel graag aan op de vragen die er bij jullie leven. Nou, zoals gezegd zal ook een terugkijkfunctie komen. U krijgt een e-mailbericht met de mogelijkheid om het webinar nog eens terug te kijken. En daarin zit ook een verwijzing naar een aantal websites. De Nierpatiëntenvereniging Nederland heeft deze maand meer webinars georganiseerd. Ik noemde aan het begin dat dit ook een onderdeel is van de Maand van de Nieren. En ook Olga Commandeur, waar Hendrik al even over vertelde, die heeft ook speciaal voor nierpatiënten leuke webinars gemaakt. Dus ik zou zeker zeggen, kijk nog eens op de website van de Nierpatiëntenvereniging Nederland. Nou, namens de Vereniging Noord-Nederland, het Martini Ziekenhuis en ook het UMCG danken we u heel erg voor het kijken en hopelijk tot een volgende keer.